Mijn naam is Peter Eloor-Staal, ik ben directeur van de KNAK. En wij gaan zo meteen de petitie aanbieden waarin 63.000 mensen hebben aangegeven dat ze klassieke auto's willen ontzien in plaats van belast. En dit is het boek wat we zo meteen aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie gaan overhandigen. We zijn nu naar de parkeergarage bij de Tweede Kamer aan het rijden. Want daar moeten de auto's even geparkeerd worden, want we mogen niet voor de Tweede Kamer gelijk opstellen. Dus vanuit daar zullen wij naar de Tweede Kamer gaan met de petitie om die aan te bieden. Goedendag. Peter Staal, ik ben van de KNAK. Peter Staal van de KNAK. Remco Nijssen, VVD. Goedemiddag. Welkom. Kijk, het gaat om hele mooie auto's. Ons historische erfgoed. Het is ook nog eens vaak in handen van particulieren. En wij vinden dat echt het historische erfgoed behouden moet blijven. En de SP zet zich ook graag in voor de mensen die even graag met de handen in het weekend werken aan een hobby. Dus we vinden dat die mensen hun hobby moeten kunnen behouden. Wij vinden het een grote eer dat wij u deze petitie mogen aanbieden. Wij hebben iets met de politiek gemeen. En wat wij als autoliefhebbers, liefhebbers van vooral oude auto's met u gemeen hebben, is dat het enorm met passie is overgoten. Dat hebben wij ook mogen merken, want toen wij samen met de BOVAG, samen met de ANWB, samen met de VEHAC, samen met de FOCWA, samen met de RAI een petitie digitaal hadden opengesteld, hadden we niet kunnen geloven dat we binnen een dag of zes ongeveer 90.000 handtekeningen hadden verzameld op die petitie. Daar zijn wij natuurlijk zorgvuldig doorheen gegaan door daar met een digitale kam doorheen te trekken, zodat bijvoorbeeld meerdere gezinsleden die onder één e-mailaccount hadden ingetekend op de petitie eruit gefilterd zouden worden. Want wij wilden voorkomen dat God de wereld en iedereen om ons heen zou zeggen: het is opgeklopt, het deugt niet. Wat er in elk geval is overgebleven is meer dan 60.000 handtekeningen. Ik vind het mooi dat we nu ten overstaan van een deputatie van het hoogste orgaan in onze democratie dit mogen aanbieden aan u, want daarmee brengt u tot uiting dat u luistert naar het volk. Niet gehoorzaamt, maar in elk geval wel luistert. En dat u met goede argumenten en vooral met kracht en met grote kracht van argumenten de staatssecretaris op het hart hebt gedrukt nog eens even goed te luisteren naar deze gepassioneerde deputatie vanuit het volk dat u vertegenwoordigt. Uw achterban is de onze en onze achterban is die van u. Dank. Dank u wel. Maar indrukwekkend, hè? Tenminste, ja. Wij vinden het indrukwekkend. Ja. Wij waren er verbaasd van dat het blijkbaar zo in de roos was, want het liep gewoon storm. Het liep gewoon storm. Het is echt, een telefoonboek is er niks bij, als ik dit zo zie. Maar dan zonder nummers, hè? Zonder nummers. Ja, u zou willen dat het uw ledenlijst van uw politieke partij was, hè? Ik denk dat dat voor ons allen geldt. Peter, ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat we een ingebonden petitie hebben gekregen die eruit ziet als een telefoonboek als je het openslaat, omdat er wel heel veel namen in staan. Maar gaat u het behandelen als gadget of echt als inhoudelijk relevant voor het protest wat een heleboel mensen hebben? Nou, natuurlijk niet als gadget. Alle Kamerleden zullen zorgvuldig alle argumenten die hierop van toepassing zijn gaan wegen. Daar ben ik van overtuigd. Van alle partijen waren ook net Kamerleden vertegenwoordigd. Dus iedereen zal dit heel serieus wegen. En wat denkt u nou zelf, die hobbyisten? Kunnen die niet met de rust gelaten worden? Mijn mening is in deze totaal niet relevant. U heeft zelf geen oude auto? Dat u zegt, daar heb ik er toch wel plezier in. Ik heb er ooit één gehad. Welke? Maar, wat voor merk? Dat was een Alfa Romeo Duetto. Zo'n eentje die dan voor en achterkant net zo rond is. Ja. Ik denk ook dat het voornamelijk alleen maar om geld gaat. En de milieuargumenten die wegen uiteraard wel mee als het om dagelijks gebruik gaat. Maar als je bijvoorbeeld gewoon deze auto bekijkt, dan gaat volgens mij een wereld voor je open. Het is zo'n mooie auto. Ja. En die moet je niet gaan belasten. En je moet ook kijken of de regels en de beleidsvoornemens die je hebt, of die echt aansluiten op de realiteit. En die sluiten gewoon niet aan op, op deze auto. Nee. Dus dat is toch het ivoren torentjes idee? Ik vrees van wel. Ik vind het leuk om hier vanmiddag aan jullie te vertellen dat we een prachtige happening gehad hebben vanmiddag. Op het Binnenhof
ten overstaan van de Vaste Kamercommissie voor Financiën van de Tweede Kamer. We hebben deze petitie aangeboden. Deze petitie met 63.000 handtekeningen van mensen die het met ons eens waren dat de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting voor klassieke oude auto's, dat die moet blijven. Dat vonden wij als Koninklijke Nederlandse Automobielclub samen met de ANWB, samen met de VEHAC, samen met de BOVAG, de RAI, de FOCWA, hebben we vanmiddag op het Binnenhof dit nog eens een keer kunnen onderstrepen. Dat hebben we ook goed kunnen onderstrepen, want de hele commissie was voltallig aanwezig. Ze zijn ook lang gebleven. Er waren veel representanten van de media in Nederland aanwezig. De NOS, het Hart van Nederland, RTL 4, de hele verzamelde Nederlandse pers heeft ons vragen gesteld. Gelukkig had onze directeur en onze lobbyist ook gezorgd dat we een paar mooie oude auto's hadden. Dat is altijd leuk voor het plaatje. Kamerleden die daar dan even in gaan zitten, zich graag laten fotograferen en filmen. Kortom, ze zijn lang gebleven. Er zijn veel opnames gemaakt en dat betekent dat uiteindelijk Frans Wekers, de staatssecretaris voor Financiën, die hierover gaat en die de regeling moet maken, met een goede regeling zal komen, omdat hier 63.000 handtekeningen in staan waar wij voor staan met z'n allen en dat dat dus een goede regeling moet zijn waarbij die vrijstelling voor MRB overeind blijft.